Je vond net 3-1 van Polen verloren. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Nou, we begonnen niet helemaal sterk genoeg, naar mijn mening. Maar goed, uiteindelijk zijn we wel beter gaan spelen en zijn we meer in de wedstrijd gekomen. Ik baal er ontzettend van, want het had er echt wel in gezeten uiteindelijk. We zijn uiteindelijk echt wel goed gaan spelen. Maar goed, uiteindelijk hebben zij het toch helaas afgemaakt. Er zaten enorm veel mooie rallies in vandaag. Het was echt hard tegen hard, hè? Ja, ik vond het ook een hele leuke wedstrijd om te spelen. Ik had alleen gehoopt dat er een andere uitkomst was natuurlijk. Maar ik denk ook dat het een mooie wedstrijd was om te zien inderdaad. Poolse vrouwen hebben heel veel lengte in hun team. Speelsters van rond de 2 meter. Hoe moet je je spel daarop aanpassen? Nou, sowieso in blok hebben zij een heel hoog blok. Dus daar zul je ook anders op moeten aanvallen. Want er hangt gewoon een hoog blok voor je. En verder helpt het wel als je wat sneller speelt. Dan zijn de middens iets trager. En dan heb je wat meer één blok aan de buitenkant. Maar ja, ik denk, zoals ik net al zei, denk ik dat we uiteindelijk in de vierde set wel beter met het blok ook om zijn gegaan. Dit was jullie eerste nederlaag. Die konden jullie hebben, want jullie waren al geplaatst voor de halve finale. Wat betekent dit nu voor de rest van het toernooi? Nou, we weten nog niet tegen wie we gaan spelen in de halve finale. Dat gaan we morgen dus zien. En ja, het is jammer dat we verliezen. Ik hoop dat we hier nog extra scherp van worden. Want ja, elke wedstrijd gaat nu, is het erop of eronder. We zullen nu alle wedstrijden moeten winnen, willen we het ticket behalen. En als je Polen weer tegenkomt in de finale? Ja, ik vind het prima. Ik zeg, kom maar op. Ja. Dankjewel.